morning, YouTube. Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. Ja, en vandaag voor jullie MW3, omdat er naar gevraagd was. Ik had op Twitter gezegd, jongens, wat willen jullie zien en hoeveel willen jullie zien? Nou, ik was van plan om twee video's te gaan uploaden, maar ik denk dat we dat even moeten gaan verschuiven naar morgen of zo. Want vandaag ben ik weer druk bezig geweest. Voor Brendan, voor Poudine 075. Nou, iedereen kent hem ondertussen wel, vaak genoeg heb ik hem eventjes genoemd. Maar goed, deze computer heb ik vannacht helemaal in elkaar gezet. Tenminste, alle programma's die werken nou en zo. En alles draait. Zodra ik gaan we nog even installeren bij hem thuis. En dan zal je waarschijnlijk morgen, denk ik wel, zo'n beetje een videootje van hem kan je dan gaan verwachten. Wat hij helemaal zelf heeft gerenderd en heeft gedaan. Dus dan heb ik hem niet bij geholpen. Dus check even zijn kanaal natuurlijk, hè, Podina 075. Kan niet missen. Oké. Okay. MW3, het is echt wel een leuke gameplay, denk ik zo. Om naar te kijken, er gebeurt best wel veel in. Nijven, Troy, Nijs, weet ik het allemaal. Nou, deze gozer, daar faalde ik heel erg mee. Vond het een beetje jammer, want ik wou hem ook even in zijn... Ja, ik wou hem een beetje gaan... hoe noem je dat? Ja, gaan trollen. Ja, dat was het. Dat was het woord, dankjewel. Nee, trollen. Maar goed, het wou niet lukken en jammer dan. Waarom ik twee dagen niet heb geüpload? Ik ben natuurlijk druk bezig geweest voor Brendan met zijn computer. We hebben ook een computer gehaald in Zandam en zo. Een beetje rondgekeken. En het is eigenlijk wel een heel leuk verhaal, want ja, in Zandam heb je een heel grote parkeergarage. En daar moet je dan je auto in zetten. Hè? Want anders dan krijg je weer een print als je hem op de stoep zet. Maar goed, daar moet je dan je auto neerzetten en dan krijg je zo'n kaartje. Nou, dat kaartje neem je mee. Want als je in de stad bent geweest en je komt terug, dan krijg je dat kaartje. Dat moet je dan in zo'n automaat douwen, weet je wel. En dan kan je dan betalen. Dan kan je dan betalen. Nee, dan moet je betalen. Want tegenwoordig moet je overal voor betalen. Daar word je allemaal scheidsziek van natuurlijk. Maar goed, dat kan je alleen betalen door middel van dat kaartje. Nou, dan raad je het al. Podina die Els toe natuurlijk. En die zegt... We waren al weggelopen. Ze zei, Jeff, we gaan nog even terug, want ik ben mijn kaartje vergeten. Want dan kan ik die zorg betalen. Nou, ik zeg, is goed. Ik zie hem nog lopen. Hij heeft zijn handen nog vol. Volgens mij had hij zijn portemonnee in zijn handen en zijn telefoon. En toen gingen we kijken voor die computer. En toen kwamen we eigenlijk terug. En wat bleek? Kaartje pleiten. Ja, hoe krijg je die van elkaar? Ik zat het ook al te vertellen toen we in de stad waren. Nou, ik zeg, ik heb ook wel eens een keer wat, hoor. Ik zeg, zo en zo was dat kaartje kwijt. Hij is Thomas trouwens, hè. Maar goed, toen was dat kaartje kwijt. Nou, wat heeft die lul nou gedaan? Die is ook op een gegeven moment gewoon dat kaartje kwijtgeraakt. En daar sta je dan, want je kan geen kant op. Ik zeg tegen hem, ik zeg, weet je wat we doen? We zeggen gewoon dat je gerold bent tegen die knakker. En dan krijg je vast wel zo'n kaartje van hem. Nou ja, hij zegt, ik ben een eerlijke jongen, Jeff. En ik zeg gewoon dat ik hem kwijt ben. Nou goed, dus hij was dat naar zo'n kantoortje gelopen met zo'n knakker erin. Zie je, ik ben mijn kaartje kwijt. Nou, die kerel die zegt, hoe lang was je hier al? Nou, een half uurtje ongeveer. Nou, we zijn... Ik denk een uur in de stad geweest of zo. Nou, toen kreeg ik een kaartje van een kwartier. Dus toen hoefde ik maar een euro te betalen. Dus dat scheelde ook alweer. Dus niet erg handig. Maar goed, zo ging het dus. Nou ja, goed. Dan heb je die computer op een gegeven moment heb je die thuis staan. Dan moet die natuurlijk geïnstalleerd worden. Want je hebt nodig Vegas, Photoshop, Skype. Wat hadden we er nog meer opgezet? Photoshop, Skype. Oh ja, om een programma om te livestreamen. We hebben er ook nog opgezet voor hem. De installatie van HD-PVR. Dus ja, dat zijn echt heel veel dingetjes. Dat moet je gewoon even doen natuurlijk. Maar goed, dat moet natuurlijk gekraakt worden. Hè? Want een zuinig Hollander betaalt daar niet voor. Ik ga niet betalen voor een programma voor 800 euro. Als je dat ook gratis kan krijgen. Maar dat zat een beetje tegen allemaal. En ik had nog middagdienst. En ik was... S'morgens ik laat mijn nest uit en zo. Dus ik had zoiets van, nou ja, weet je wat, dan maar eventjes niet uploaden. En dat kan eigenlijk ook helemaal geen kwaad, weet je. Sorry hoor. Ja, het zit eigenlijk zo, ik heb dat pindakaas gegeten. Je wordt toch gek van dat stomme gezwam? Bemoei jij er eens even niet mee hoor, Henkie. Maar goed, dat kunnen jullie ook nog gaan verwachten van de week. Ga ik ook weer een beetje een fun video maken. En dat wordt natuurlijk een fun video met ome Henk samen. Ome Henk heb ik al een mailtje gestuurd. En daar ga ik gewoon een duo mee doen. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Van de week heb ik ook weer de tijd. Ik heb zo direct weer nachtdiensten. Dus twee nachtdiensten en dan ben ik wel lekker vrij.
En dan ga ik weer eens een fun video maken. Weet je, het is ook een tijd terug. Misschien ga ik ook nog wel eens een keer een video maken dat ik weer een beetje ga trollen en zo. Dat is ook wel heel lang terug en het is ook heel erg leuk om te doen. En vooral als je er terugkijkt. Nou, heb je zoiets in Jeff, waar heb je het over? Wat is dat nou allemaal? Check gewoon even op mijn kanaal. Ik heb een afspeellijst gemaakt en dat heet ook MW3 trollen. En MW3 trollen met subs. Dus ja, daar kan je dan gaan kijken. Dat is wel heel erg leuk. Even over de gameplay. Je ziet ook gewoon dat ik een beetje loop te kloten en zo. Ik ben een beetje bezig met die Tomahawk kills en zo. En ja, weet je voelt je zo kloot als je door zo'n kudding gewoon genijf wordt, weet je. En ook als je gewoon in je rug genijf wordt, terwijl je eigenlijk gewoon lekker aan het rachen bent en zo. Daarom ga ik wel een beetje veel dood, omdat ik gewoon een beetje aan het klooien ben. Maar voor de rest, ja, er komt nog wel eens een keer een tijd. Dan haal ik gewoon een Moab met dit wapen. Het is echt zo'n vet wapen, vind ik het gewoon, weet je. Het is gewoon een goed wapen ook wel. Af en toe vind ik hem wel een beetje falend, want ja, dan schiet je wel op ze en dan gaan ze gewoon niet dood, weet je. Dan heb je echt 2-3 schoten nodig om ze gewoon dood te krijgen. Maar voor de rest, ja, ik vind het wel een leuk wapen. En het is weer eens wat anders dan een strijker, weet je. Was toen de tijd, speelde iedereen met een strijker. En ik had zoiets, weet je, ik vond het een beetje een kutwapen en dat was gewoon een beetje een noobie ding. En dit wapen heb ik zoiets van, ja, weet je, het is best wel skills als je daarmee kan spelen. Want met een shotgun, jongens, het is gewoon even anders spelen. Je speelt met een shotgun even anders. En je kan er best wel hard ingaan, maar ja, je zit toch een beetje te kloten met je range en alles. En je hebt maar één burst natuurlijk. Je hebt maar één keer dat je kan schieten. En ja, met een strijker, dan kun je er gewoon inrennen. Je daalt die knop in en bam. Weet je, en je schiet dat hele teampie dood. Zo werkt het. Maar goed, ik heb zoiets van, nou, weet je wat, ik vind dit wel leuk wapen. En ja, ik ga er ook wel vaker mee uploaden. Dit is trouwens een gameplay van gisteravond. Ik speelde hier al met Marcello. Volgens mij heet die Bas, dat weet ik niet zeker. Marcel. Heet die Marcel? Ja. Oh, met Marcel. Ik dacht dat die Bas heette, maar Marcel, Marcello. Oh ja, dat zou best wel kunnen, Marcello. Ja. Daar zit wel wat in natuurlijk. En ik speelde hier met Jade. En nee, niet met Jade, met Shane. Al die namen, jongens, ik word er helemaal gek van. Ik speelde niet met Jade, maar met Shane speelde ik hier al. Nou, Shane, dat speelde ik vroeger ook wel eens mee. Op MW3 was er in de tijd dat ik nog wel eens met Paul speelde en zo. En toen heb je een tijdje niet meer met ons gespeeld. En ja, gisteravond eigenlijk weer eens. Toen kwam hij weer eens online. Of tenminste, in feite naar mij, in feite naar mij. Weet ik van hoe dat ging. Maar goed, dus die was ook weer lekker mee aan het spelen. Dus ja, een leuke gameplay. Ook hebben we nog even een Moab gehaald. Die zal ik misschien overmorgen of zo even uploaden. Ik moet even kijken. Want ik denk dat ik morgen gewoon een Battlefield ga opnemen. En dat ik dan weer een verhaaltje van Ome Henk erbij doe. Dat is wel erg leuk. Een hoop reacties. Mensen vinden het echt wel grappig om dat te horen. En jongens, echt waar. Ome Henk, dat is echt al vanaf 91 tot 97 is dat zo'n beetje gemaakt. Maar goed, het zijn echt heel leuke verhaaltjes. Ik leg er altijd helemaal stuk om. Camper! En ja, dat is gewoon echt wel lachen, weet je. Goed, dus ja, dat kan je eigenlijk een beetje gaan verwachten. De aankomende week van mijn channel. Hoi. Dus ja, ik liep zo te kloot hier. Ik vind het zo mooi om die gasten helemaal gek te maken, jongen. En vooral als je dan een beetje nijft en een beetje met een shotgun in de rondte loopt. Zonder blind eye session en dat soort dingen. Dus ze zien je eigenlijk gewoon op de minimap. Maar die gasten zijn er gewoon een beetje, ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar goed, het is alweer een beetje het einde van de gameplay. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet natuurlijk niet even een like te geven. Als je nog geen abonnee bent, abonneer dan eventjes. Ook ga ik voor mijn kanaal van de week even een videootje maken. Als je dan nog geen abonnee bent, dan krijg je als eerste dat videootje te zien. En dan vertel ik een beetje waarom je kan gaan suppen en zo. En wat ik zo'n beetje allemaal doe. Er was ook weer gevraagd, Jeff, wanneer weer eens een Q&A? Nou, de Q&A doe ik om iedere 500 subs. Dus als ik nou 4000 subs heb, dan... nee, niet waar. Als ik nou 3500 subs heb, dan ga ik weer een Q&A doen. Jongens, we sluiten af. 30 om 16, 4 assistjes. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, de gameplay en de commentary. Vergeet natuurlijk niet het duimpje. En tot later. Ciao.